staan hier weer in Autoworld, klaar om de nieuwe expo te ontdekken die hier start op 1 april en die loopt tot 26 juni. Alleen is er een kleine twist in het verhaal, namelijk de expo 1234 Cars and Rock'n'Roll. Daar draait het niet zozeer om de auto's, dan wel om het muziekverhaal erachter. Dus hebben ook Leo niet uitgenodigd, maar wel de auteur van het boek waarop de expo is gebaseerd, Garage Rock. En die auteur is niemand minder dan motorrijderhoofdredacteur Piet Rijker. Kom maar mee. Hey Pieter, goedemiddag. Goedemiddag. Eerste vraag Pieter, hoe komt het dat iemand die leeft in de wereld van de tweewielers nu in één keer bij de vierwielers zit en daar dan nog muziek tussen weeft? Wel, ik maak die scheiding niet. Als er bij mij een moteur in zit en er staan wielen op, dan interesseert het mij. Goed. Ja, maar bon, desondanks, het is een bijzonder boeiend onderwerp, hè? Muziek in auto's. Ja. We hebben de klepper gezien van een boek, het is echt kastaar. Dus ga ik ervan uit dat er veel te vertellen valt. Absoluut, ja. En we staan hier bij een Land Rover, dat is Series 1, vermoed ik. Mm-hmm. Is daar een reden voor? Ja, uiteraard is daar een reden voor. Ik zie een prachtige The Singing Nun, dus... Ja, Sursur hier. Steek van wal. Wel, ik ben ooit naar een show geweest van Jan Delvaux, mm-hmm. de bekende belpopkenner. Mm-hmm. En die vertelt daarin het verhaal van Sursur hier, die naar nummer 1 schiet in de Verenigde Staten, ja. met haar nummer Dominique. En dat kwam omdat net daarvoor JFK wordt neergeknald in Dallas, waarop dat er in Amerika enkel nog vrome muziek op de radio gedraaid mag worden. En net op dat moment wordt Sursur hier gelanceerd in Amerika, dus die schiet naar nummer 1, waarop vanuit Amerika de befaamde talkshow-host Ed Sullivan komt overgevlogen om een interview te doen met Sursur hier. Maar moeder overste die weigert. Die zegt, nee, we gaan dat niet doen. Waarop Ed Sullivan uiteraard niet met lege handen wil vertrekken, dus die begint te onderhandelen. En hij koopt voor het klooster een Land Rover die zij kunnen gebruiken. Okay. Dus daarop kan hij dat interview doen met Sursur hier. En daardoor vliegt hij ook een paar dagen later terug naar Amerika. Mm-hmm. Met een tussenstop in Liverpool. En in Liverpool zit hij te wachten op zijn aansluitende vlucht. En er landt een andere vlucht en daar stappen vier jonge gasten van. En er ontstaat een hoop chaos met jonge meisjes en wat weet ik veel allemaal. En dacht, oh, weer de president die afgeknald wordt? Nee, niet zoiets. Maar hij vraagt wel van wie zijn die gasten. En er wordt gezegd, dat zijn de Beatles, dat is een lokaal bandje. En die zijn hier vrij populair. En hij zegt van, ah, die gasten, ik wil die ook in mijn show. Ja. En hij nodigt die uit. En op die manier worden dus de Beatles gelanceerd in Amerika. Dankzij, eigenlijk, Sursur hier. Dankzij Sursur hier. En, dat is, zo vertelt Jan Delvaux het, dus Sursur hier heeft eigenlijk via de Beatles gelanceerd. En ik zat in die show... En met mijn hoofd, ik dacht natuurlijk aan die Land Rover. Zonder die Land Rover geraken de Beatles nooit in Amerika. Inderdaad. Dus dat is eigenlijk de rode draad door onze expo. Daar is het mee begonnen. Daar is mijn boek mee begonnen. Ja. En dan ben ik beginnen zoeken en dan kwam ik uit bij Rocket 88, wat wordt beschouwd als het allereerste rock'n'roll nummer. En de Rocket 88, die staat die daar. Hè? Kom. Gaan we daar nu naartoe? Ja. Hier staat hem. En wie is deze keer het muzikale icoon? Jackie Branston en his Delta Cats. Een vrij onbekende band, maar als je weet dat een van de pianist was Ike Turner. Dus dat was eigenlijk een zijproject van Ike Turner. Ja, ja. Ja. En in 1951 zijn Jackie Branston en his Delta Cats op weg om een song op te nemen in de befaamde Sun Studios van Sam Phillips. Nee. Terwijl ze onderweg daar naartoe zijn, krijgen ze een lekke band. En ze moeten al hun grief uit die koffer halen om aan die reserveband te kunnen. Waarop hun gitaarversterker eruit valt. Dat ding is kapot, maar ja, ze moeten er wel mee spelen. En ze nemen dus de song Rocket 88 op. En dat gaat over de Oldsmobile Rocket 88. Een toen vrij, populair model van auto in de Verenigde Staten. En die song is op zich al gebaseerd op twee andere autosongs. Ah. Ja, dus het gaat verder dan dat. Dus die nemen dat nummer op met die kapotte versterker. En dat is de eerste keer dat er ook distortion op een plaat te horen valt. Want ze hebben dat op de plaat laten staan. Maar per toeval? Per toeval. Ah, ja. Per toeval, absoluut. En dus daarmee wordt de allereerste rock'n'roll song geboren, zo zegt. Ook al ontkent Ike Turner dat dat de allereerste rocksong is. Maar dat wordt aangenomen als zijnde de eerste rock'n'roll song. Ja. Nadien gecoverd door Bill Haley, bekend van Rock Around the Clock. Mm-hmm. En volgens sommigen is dat dan de allereerste rock'n'roll song, omdat hij er een invloed van country en western wat in mixt en dat soort dingen.
Waarop ook nog eens de piano-intro van Rocket 88 nadien volledig wordt gepikt voor Good Golly Miss Molly. En zo is de rock'n'roll geschiedenis begonnen. Jezus, zeg. En we kunnen dus zeggen dat de rock'n'roll vanaf de allereerste song verbonden is met de auto. Ja. Wauw. Dus geen rock'n'roll zonder auto, eigenlijk. Nee, absoluut niet. Ik ben benieuwd of dat ook geldt voor onze volgende, maar die staat op een ander podium. Hè? Ja. Zijn weg. Ik denk dat ik hem al zie staan. We stappen naar de 507. Hè? Ja. Want... geen rock'n'roll, geen rock'n'roll zonder de king of rock'n'roll. Elvis. Elvis. Is Elvis in the house? Elvis is in the house. Ah, fantastisch. Absoluut. Nee, dit is een auto die een beetje Elvis, de king of rock'n'roll, deelt met onze king Albert. Want Albert heeft er ook zo ene gehad, trouwens. Serieus? Toen hij nog prins was. Ja, maar uiteraard. Nee, Elvis was een heel grote autofanaat. En tijdens zijn legerdienst in Duitsland ziet hij een BMW 507 staan en hij koopt die. Want Elvis kocht alles wat hij zag. En hij transporteert die nadien naar Amerika. Nu, dat was een witte. Maar overal waar hij die parkeerde, lieten meisjes hun telefoonnummer erachter erop. Met lippenstift, zeg maar. Dus heeft hij hem gewoon rood laten spuiten. Okay. En dan heeft hij nog een tijd mee rondgereden. En dan heeft hij, zoals hij met veel van zijn auto's heeft gedaan, gewoon weggegeven aan iemand die hem interesseerde. Nee. In dit geval Ursula Andress, de allereerste Bond girl. Ja, serieus? Ja. Hier is mijn auto, pak maar. Ja, al dan niet voor bewezen diensten. Ik ging net zeggen, ik al dan niet voor bewezen diensten, maar dat is speculatie. Voilà. Dus kijk. En waarom Elvis staat hier? Er staat ook nog een Tommaso Pantera van Elvis, bijvoorbeeld. Elvis had enorm veel auto's en er is altijd wel ergens een verhaal aan verbonden. Hij heeft bijvoorbeeld meer dan 30 Cadillacs gewoon weggegeven. Serieus? Een van de verhalen is dat hij gewoon bij een Cadillac-dealer binnenstapte en er stond een vrouw voor de ruit te kijken. Het was haar verjaardag en hij heeft gewoon gezegd van ga maar binnen en kies u maar een Cadillac. Wat een vrijgevige mens, zeg. Absoluut, absoluut. Dus allemaal die verhalen staan ook in het boek, uiteraard. Over vrijgevigheid gesproken. We hebben 3 podia waar een aantal auto's staan, maar in de permanente collectie staan ook hier en daar verhalen. Ja. Kan je ons daar misschien ook nog eentje van vertellen? Absoluut. Oké, dan zijn we weg. Voilà, permanente collectie, want zoals gezegd, hier staan er dus ook. En we staan hier bij een Jaguar XC12, want daar hangt ook een verhaal aan vast, hè? Ja. Vertel. Wel, Robert Plant, de zanger van Led Zeppelin, die had exact zoals deze een Jaguar XJ. En in 1970 komt hij daarmee van een concert van de groep Spirit in Birmingham, huiswaarts gereden. Heeft daarmee een vrij zware crash. Ja. Was hij onder invloed van Spirit? Dat zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. Dat is een ander boek. Dat is een ander boek. Dat is een ander boek. Maar het verhaal gaat verder in die zin dat Spirit heeft een nummer dat heet Taurus. Ja. En als je dan naast Stairway to Heaven ligt, het bekendste nummer van Led Zeppelin, dan lijkt dat als 2 druppels water op elkaar. Oeh. Dus Spirit heeft een proces aangedaan wegens plagiaat aan Led Zeppelin. Ja. Maar Robert Plant zegt van, ik heb na die crash geheugenverlies geleden, dus ik kan dat nummer nooit gepikt hebben, want ik herinner het mijne zelfs niet meer. En ze hebben dat proces dan ook gewonnen. Serieus? Ja. Oh, jong. Ja, dat is dus... Dit was nou eigenlijk maar een bloemlezing van de boeiende verhalen die er zijn. Hè? Want hoeveel auto's in totaal? Er staan er bijna iets meer dan 30 zelfs. Dus ja. Verdeeld over de podia en de permanente collectie. Hè? Dus ja, kijk, alle redenen om in de paasvakantie, het gaat toch slecht weer worden, naar Autoworld af te zakken. Maar het kan ook langer, want zoals al gezegd, het is open tot 26 juni. Of de expo loopt alleszins tot 26 juni. Dus ik zou zeggen, allen hierheen. Pieter, hartelijk bedankt voor de uitleg. U bent bedankt. En als er mensen nog geïnteresseerd zijn, jouw boek ligt hier. Hè? Ja. Dus als je dan hier bent geweest, nadien even in de shop stoppen voor het boek. Bedankt, tot de volgende!